Ja, morgenavond. En ja, lijkt dat je ziet, ben ik bezig met het nieuwe filmplan maken voor vandaag. Ik beloof een hele drukke week te komen. Het zijn badjesfeesten, het zijn commissies voor de gemeenteraad van Oosterwetensna. Ja, het zijn examenperiodes, dus we mogen gewoon weer naar de scholen gaan. Voilà, het is 10:10 en het filmpje is gemonteerd. De gewinnen nog maar omdat ik dat interview heb met de mensen van de badjesprinsessen. En het is een rap. Dan kan ik het erin smitten, uploaden en hopen dat je er toch al gisteren vindt. De rest van achteren nog op me bezig met de dossiers van de commissies te lezen en zo. Dat is een tafel, denk ik, want mevrouw komt gerust voor tegen. Tot ze vest. We zijn uitbouwen in het status, want ik heb daar afgesproken met de mensen van de Miss Badjesprinsessen. Voor een interviewtje te geven. Of voor een vlogje te doen. Of voor een weer het was wat te maken. En achteraf reek ik deuren naar Springbok Travel. En waarom naar Springbok Travel? Omdat die mensen geïnteresseerd is om een vlog te sponsoren. Veel mensen weten dat niet, maar dat is allemaal het eigen zak dat je dat betaalt. En er komt veel tijd in en veel moeite in. En die... Dus dat, kan, dat loopt allemaal een beetje nep in. De kost naar je camera en batterijen die moet vervangen zijn. Als je investeert in een goede vlog, jammer genoeg kost dat geld. Vandaar, de sponsor is ons vandaag. Kunnen jullie hier eens zijn? Mijn eerste sponsor voor mijn vlog is Benz, Springbok Travel. Ik had me heel de maand september sponsoren voor mijn filmpjes te maken. En wel, Dirk, een dikke merci vindt. Ah, ik ben op weg om Wolf op te halen. Eigenlijk dat je waarschijnlijk kan zien, het is strotweer. Het heat dat zekt. Dat is niet het eerste. Van de weinige echte voordeel van vroeg gaan werken, nee, is dat je er ver nooit geen volk tegenkomt, snuis, en dat je weer een last hebt van vullis. Ah ja, en dat je snuis vroeg nog de kuntjes ziet op landen. Over de noorden daar chillen met botten bij. Dat is juist. Voor hun werk en dan vanavond komt die commissie van grote bomber. Ja, onderbonen naar Rus. En een beetje gestrest, want kijk hoe laat dat is. We moeten nog eten, moet je me nog omkleden. En 7 bij de commissie. Dus stoi peuren. Met een paar minuten verschil ze weer zo'n stuk van status. Jammer genoeg moet ik niet filmen op comité of commissie zelf, omdat dat zo in het reglement staat. Dus hasten achteraf wat je wel hoort dat het al is. Ik ben er mee even gespeeld. Ja, het zijn trips van vandaag. Carfonie. Achterwaarts zien. Wat wel zijn vooral interessant is de polyvalente zone van Traxite die besproken is geweest. En persoonlijk vind ik dat wel eerste. De verkoop van Dizzy. Het gebouw van Dizzy. Maar ja, dat gaat eerste zijn niet, die zone in Traxite. Voor een grotere zone met een podium en een tribune die kan uitschuiven, heel glutsdichte. Wat een beetje die heraanleg van die site daar, die een beetje erbij kijken gaat zijn. Zodat dat iets geopender wordt, veiliger wordt, dat er dan een draad komt aan de spoorbaan en al. Ai.
ga nu een soort ei ontdekken. Hè? Ik ga nu een soort ei ontdekken hier. Huh? Sam. Ze gaan trouwen, die zijn al getrouwd, maar in het spel mag je trouwen met twee van de wereld. Dat is wel cool. En dan als ik los om de draak heb, zal ik de draak met de draak trouwen. De draak met de draak trouwen? Ja. Er zit zoveel wijsheid in, kerel. Besef het zelf nog niet. Dus dat wordt dan dezelfde draak. Maar nee, dan heeft het twee hoofden van dezelfde draak. Dan krachten samen met dat een van de draak, twee draken wordt dan... Een van dezelfde soort van die twee draken wordt dan wel een meisjesdraak. Ah. En vanavond spelen de Rode Duivels. Weet ik. Ah ja. Je vindt het geld tien keer al. Ah, je supporter het? Ja. Dank je, jongen. Papa? Goed, en met jou, jongen? Ook goed. Ja? Heb je goed geslapen? Heel goed. Ja? Wat wil je vanmiddag doen? Vanmiddag? Wat doe je dan? Ja, dus na het tweede eten. Nee. Van met school? Nee, dan ben je thuis. Wat wil je dan doen vanmiddag? Wil je op je gemak zitten, een beetje in de zetel? Wil je een beetje met je Lego spelen? Ik zal doen wat ik zal willen. En dat is? Ik wat ik ga doen. Wat? Ik beslis wat ik ga doen. Ah. Papa, waarom wil ik zo veel? Dat ik dat heel leuk vind. Sommige mensen houden een dagboek bij je, Wolf. Je weet wat een dagboek is? Ja. Ja. Ik doe dat met een film. De filmpjes zijn een soort dagboek. En ik vind dat wij een heel boeiend en leuk gezin hebben. En dat ik een heel boeiend en leuk leven heb. En soms wil ik dat ook een keer tonen aan mensen. Maar kijk, er zijn wel leuke dingen te zien. Niet alles is zo negatief. Wil je het leuk zijn? Ja. Wat betekent dat? Dat ik het leuk vind thuis. Kijk, die mevrouw is helemaal in de kleur van de Rode Duivels. Hè. Gaan we een stukje te voet of met de kop rijden, Wolf? Jongen, gaan we een stukje te voet of met de kop rijden? Oprijden. Oké, okay, zoals jij dat wilt. Papa, wist je dat al in de boom van... Op de speelplaats super. Dan dicht bij de klas super veel rommels zitten. Ik denk dat ze. En ze zijn daar al heel de dag, dus ze hebben vast een nest daar boven. Die rommels? Ja. Het kan zijn dat er in de week niet meer honing te vinden is. Ja, ik ga nog mee aan de tar. Woensdagochtend en in tegenstelling tot de gewente is mevrouw gewerkt tot vandaag, dus gebruik ik dit om een beetje dossiers te lezen hoe de gemeente wil ons te weten stellen. En weet je wat er wel gisteren is? In het verschil met OCME. In het OCME kregen we onder ook alles digitaal, maar hier is het allemaal via de website te doen. Wat dat wel gemakkelijk is. Zie je? Niet eruit. Wat gemakkelijk is het. Hey. Ah, voor onze vlog. He. Heb je de boodschappen gedaan, Soti? Ja. Ah, wat gaan we straks maken? Zelfde. Oh yeah.
heel even tonen hoe gestructureerd onze kruidenkassen is en almost gewoon volgens kleur, hè. Niet te doen, hè. Dat heb ik gedaan. Wij gaan naar de stage van Roeselare. En waarom? Het is woensdag avond en er is een duvel spelen. Alright, het ziet er nog redelijk gerust uit. Ik weet niet of je het al goed kan zien. Hè. Achter het zesde en we gedaan met werken. Zeer naar rust, want straks hebben we meerderheidsoverleg. Voor de die niet zo weten wat dat meerderheidsoverleg is, dat is het moment dat de schepen en de raadsleden het wappen komen om de gemeenteraad te bespreken en standpunten in te nemen en wat de schepen uitleggen aan de raadsleden waarom dat ze bepaalde beslissingen en bepaalde handelingen zo doen en een stand van zaken geven. Meestal is dat wel interessant. Eigenlijk ga je drukken. En dan gaan we deuren doen met de funken te monteren. Van de voetbal had ik hem morgen online gezet. Goed. Oké. Je ziet de kleine mopperpotjes om zo zeggen. En die als een draak, die wolken. Waar? Die zitten maar niet als een draak. Ah ja. Die draak moet het zien. Heb je gelijk? Ik had die als een ding schip van Star Wars. Ah ja. Kijk zo met dat bel en dan zo weggestuurd. Ah ja. Kijk je dat erin te schieten? Ja. Als je een donderboog tegenkomt met een vliegtuig, is het beter dat je in de wolk gaat vliegen.
Ja? Dat bliksem komt aan de onderkant uit de wolk, maar niet in de wolk. Ah. Zeg. Het is beter dan je door de molen. De windmolens bewegen niet, wat wil dat zeggen? Weinig lucht. Lucht of wind? Wind. Juist. Gavin, Neil Young, wat een concert was met dat maat. En ik vond het echt de max. Dan een kerel van 70 jaar nog zo van zijn latten kan geven, ik had het niet verpleegd. Ik wil hem wel zeggen, ik hoop dat ik aan mijn 70 jaar er ook nog eens benieuwd zie, want hij ziet er wel goed uit. Maar nog zoveel energie. Hè. Voor de rest, het ziet er vandaag een schone dag uit, dus het zal hopelijk drukje op het werk. Dat we veel vlees verkopen. Vanavond ga ik nog een keer passeren naar de watjesprinses. Wil wel eens zien wat dat er gegeven heeft, of al geven. En morgen, en dan ga ik nog eens voor de vrucht mijn gemak in mijn zeteltje te leggen. Vijf gedaan met werk van vandaag. Het weekend kan beginnen. Normaal ging ik even naar de misbadjesprinses. Nou, gelijk dat weer er nog uitziet, ik weet het niet of dat er wel gaat blijven. We gaan het zien, Sefest. Eerlijk gezegd, ik zwaar eerlijk. Dat is heel erg niet. Man, ik kijk wat ik erin vind. Ik weet niet of ik zelfs naar de badjes zal gaan, want met z'n weer gaat film er niet echt veel in zitten. Weet je wie die kerel is? Reinhold, man. The one and only. Roesloren, hij prinses. Hij Rwemba. Maar hij ook een kanaalzwemmer. Die kerel zat heel vooraf tot in Gent. Voor de trein, niet? We gaan voor de trein, niet. En dus we gaan eerst van Engeland naar Frankrijk zwemmen in september. Dus we gaan dat allemaal doen voor Make Wish. Morgen heb ik mijn 6-uren test, dus ik moet 6 uur aan een stuk zwemmen. Dus hopelijk gaat dat allemaal goed. In augustus hopelijk. Nee, als je al een zwemmen heb je door een makkelijke kerel. Oh. Het is toch maar eigenlijk zou je met de vingers in de neus moeten, nee, maar. Met de vingers in de neus had je zwemmen al. Een beetje, ik van mij, dat is sissy talk, is hopelijk. Maar ja, we moeten een halve wissen ook, dus we gaan ons best, Hopelijk zit het weer Nee, wat dat hun doen. We gaan dat doen, zeg. Roeselaar, we gaan dat doen. Voilà. En heel Roeselaar gaat die kerel hier supporten. Voilà. Ja, anders moet je zelf ook zwemmen. Ja, en het is fair. Ja, en zonder zwembandjes. Ja, en zonder pak. Ja, maar eigenlijk zijn we hier op de badjesprinsessen toestand. Ja, we zijn hier op de badjes. En wat vind je hier? Van badjesprinsessen. Badjesprinsessen, ja, dat zijn allemaal mooie dames natuurlijk. Maar kan er niet kiezen. Ik kan niet kiezen. Maar ik moet naar boven kiezen. Het zijn er 7, dus ik kan ze eigenlijk. Allee, en er zijn 7 dagen geweest. Dat is een goed pace, man. Dat is een goed pace. Ja. En zie dat je al een goede conditie hebt. Doe jij nu aan duursport, please? Oh. Ja, dan gaan we knippen. Nee, just niet knippen. Voilà.
We gaan in naar Kortrijk, waar we een schattentocht gaan doen met leds. Leds ook wel een andere kruid leggen wat dat is. En de kindjes wat mee. Het ziet er redelijk gris uit, maar voor de rest is het nog droger gebleven vandaag. Zo, Tietje. Ja. We hebben dus de opdrachten vervuld. We moeten naar de ploeltorens en dan moeten we wat doen daar? 7 of 8 streden zo omhoog. Of omlaag. En daar de geocache. Of geocache zoeken. Catch. Catch, ja. Cash. Ai, we gaan kijken of dat gaat lukken. Wie gaat er aan meest vinden? Ik ga. Oké. Okay. Wees niet dat dat hier is. Dat is al een nest. Wat zit daar geen doosje in? Er zijn de nachttrappen hier aan het morgen. Wacht, en heb je al achter die muur gekeken? Waar was de stap? Hier, en er staat een houten plank. En het is een doos. Ja, het is een doos. Dat is die houten plank. Kijk. Ja. Ja, ja. Dat de aanwijzing moet. Ja, 2x3 is het. Ja, het is wel. Ja. Wat vond je ervan? Voor het eerste? Ja, het eerste. Is het dan nog een? Ja, wezen wat er van kinderen zo van komt, sowieso dan. Ja. Dat is zo die zee. Ja. Ja, wat vond je de eerste hand eigenlijk? Dat is zo niet, dat is wel leuk. Ja. De rondwandelen vond je dan nog wel. Oh, misschien met de fiets dat er nog leuker is. Ik wil wel wat rotter, ik woon wel fietsen. Thank you.